kom ik nooit met mijn oren luisteren, maar met mijn hart. En dan is het geweldige muziek en teksten. Dat hou je niet voor mogelijk wat voor teksten dat hij schrijft. Wat zegt u dat mooi. Ja, ik luister niet met mijn oren, maar met mijn hart. Ja, als ik met mijn oren moet luisteren, is het meestal lawaai. Dat hoeft nog niet altijd zo te zijn als je naar een concert van Normaal gaat. Ze kennen alleen maar Oerend Hart, maar wat een geweldig mens dat daarachter zit. En je moet sommige dingen cru durven te zeggen, omdat het anders niet binnenkomt. Ja. En dan kun je de boodschap overdragen. En daar moet je lef voor hebben. En waar, Dick leeft nog? Ja, dus zeker. In de 60 is in de 60. Hij bestaat 40 jaar en is benoemd tot ridder. U bedoelt, hij bestaat 40 jaar als... Ja, hij is 40 jaar liedjeschrijver. Als muzikant dan. Als muzikant. Ja. De Major Dundee-band. En dat is dus in uw ogen iemand die eigenlijk heel ondergewaardeerd is. Ja, dat is het algemeen in Hilversum. Dat moet allemaal Engels geschreeuw zijn of een hoop lawaai en dan is het interessant. Maar die mensen, 30.000 man, of die staan daar allemaal te springen en wie luistert er naar teksten? Nou, ik zal u zeggen, als wij zo meteen hier vandaan rijden, dan ga ik meteen in de auto even een liedje van Dick van Altena opzoeken. En wat is dan uw tip? De arm om je schouder? Ja, daar heeft hij ook voor corona dan een beetje herschreven als lied voor de corona-periode. Hij heeft nog enkele concerten kunnen doen met 30 man in de zaal. Het is altijd uitverkocht. En hij heeft het standpunt, ik heb liever 100 mensen die naar mijn liedjes komen luisteren als 1000 die bier komen zuipen. Ja, die luisteren allemaal niet. Die willen alleen herrie en springen en doen. Dat wil niet zeggen dat slechte muzikanten zijn. Want zo Bruce Springsteen, dat is ook iemand die er uitspringt. Die heeft het lef. En als iemand aan het einde van het concert nog durft te zeggen, even mijn maatje zoeken, dan is dat toch klasse, hè? Want meestal zijn het arrogante mannen die dan... Dus u luistert ook naar Bruce Springsteen? Ja. Is muziek een belangrijke... Ja, die lijmt de scheuren in je hart. Pardon? Muziek lijmt de scheuren in je hart. U bent wel de koningin van de one-liners, hè? Ja. U schudt het zo uit uw mouw. Ik wil ook niet tussen de massa behoren. Het is het makkelijkst om achter de massa aan te lopen. Maar kletswijven, dat is 90% gelogen. Ik wil zelf de mens spreken en dan maak ik mijn beslissing. Dan moet ik er ooit op terugkomen. Ja. Zo Benny Joling. Nou ja, dat zijn muzikanten. Het is een zootje wat je denkt van de deur op slot. Ja. Maar ze hebben een hart en je moet een hart hebben om zulke muziek te kunnen maken. Maar is dat misschien ook de reden waarom de muziek van Normaal zo'n grote schare van fans heeft? Niet alleen maar omdat het lekker heuken is, maar ook omdat de teksten... Rauwenijs is hetzelfde. Precies. Ja. Je moet met de tekst de mens kunnen raken. En... Luisteren met je hart. Ja. Ja, die heb ik van zal nu. Even mijn mappen pakken, dan kun je... Ja, welke mappen gaat u pakken? Van de boerentoestand. Nou, ik wilde nog even iets anders aan u vragen. Want u zei, we hebben een camping gehad. Ja, zo'n boerencamping. Zo zat ik in het bestuur van de VKBO, Vereniging van Kamperen bij de Boeren is dat. Want we waren net in Altweerterheide en daar reden we buiten het dorp ook langs een minicamping. Ja. Is dat die? Nee, aan de achterkant woonde ik in dat dorpje dan, Bergsheisteeg, tegenover het oude café De Paal. Is dat dat café op de hoek? Nee, in die straat van Bocholt naar het dorp dan eigenlijk net. En in dat pad daarachter woonden we op een boerderij. En in welke periode had u die camping? Van de 79 zijn we daar komen wonen tot 2007. Zo? Ja, dan niet heel die tijd de camping, maar in die periode van die varkenspest, rond die net ervoor of zo ben ik met de camping begonnen toen. En dat was de manier om te overleven. Want deze toestand met die boeren, ik ben toen een rouwkaartenactie begonnen met kerst
van eerst de boeren en dan zijn de burgers straks aan de beurt en nu is het zover. Maar die rouwkaartenactie, dat was toen met de varkenspest of was dat nu? Nee, het was met de varkenspest. Varkenspest. En hoe ging dat dan precies in zijn werk, die rouwkaartenactie? Waar gaat ze toch de map halen? Ja, dat is, ik ben altijd zo bezig. Luisteren met je hart en niet met je oren. Ik ken ook mijn tegelke. Ja, nee, die ken ik. Die ken ik. En dat is ook... dat is ook zonder meer... dat is ook zonder meer woord. Het beste middel om oud te worden is blijven leven. En daarom blijven we ook op veilige afstand van mevrouw. Kijk, er is toch wat dingetjes door een Canadese vlag. Hè? Een van haar zoons woont in Canada. En rechts van dicht, Mitch, het kerststalletje nog. Met daarin ook een foto van... ja, dat moeten dan wel de kleinkindjes zien. Veerle en Jasmijn. Zijn dat uw kleinkinderen? Ja, dat zijn de uit Canada of uit Zalbommel? Nee, Canada heeft geen kleinkinderen. Canada heeft geen kleinkinderen. Die is de 20 november is die verhuisd. Rouwkaartenactie. Ja, zo, je mag binnenkomen, maar het hele huis is... is zoals het hier is. Ik ben met... Dit is de rouwkaartenactie. 8-12. Moet jij een bril hebben, zeker voor te lezen? Nee, ik heb mijn contactlens in. Kerst 1993, solidair. Duizenden boeren onder de armoedegrens. Wordt 1994 ook onze dood. Al die ons voor moesten gaan, het lag niet aan jullie, maar aan het beleid van de regering. Ja. Onder het mom van het karwei afmaken zijn nu eerst de boeren aan de beurt. En wie volgt? De burgers? Wij vragen asiel in ons eigen land en willen op een fatsoenlijke, eerlijke, hardwerkende manier de kost verdienen voor ons gezin. Maar misschien zal u dat een rotzorg zijn. Met kerst 1993. Ja, dit vertelde u al. Dat kwam bij u binnen. Die meldingen van boeren die een einde aan hun leven hadden gemaakt. Waar heeft u die rouwkaarten naartoe gestuurd? Naar het ministerie. Daar moesten ze, ja, dat stond zo in de Telegraaf. Daar stuurde ik het naartoe. Marjolein Schipper was een journaliste van de Telegraaf. En die had een heel goed stuk over boeren erin geschreven. Toen heb ik, dan begint de centrale vlucht te werken. Dus ik bedankte haar. En, bent u dat? Ja. Laat de foto... Oh, kijk, daar bent u ook. Laat nog even de foto zien richting de camera. Veel boeren vertrekt een menselijk drama. Ik heb een keer of 20 in Den Haag gestaan, als varken verkleed. Ik wou 5 dagen en nachten blijven staan. Omdat je de biggetjes vijf... dit zijn allemaal dingen van de VPRO met zo'n... luikje en dan moest je in 1 minuut of 2 minuten je verhaal vertellen. Dus allemaal uitgeschreven naar Witteman. Hier zit ik in de zaal en dat is Brinkman nog. Dat is de rond van de varkensboerentoestand hier. Wat heeft het opgeleverd? De melding dat ze bij mij met hun verhaal terecht kon en dat ik aan de microfoon stond. Brinkman. Maar ik bedoelde eigenlijk, wat heeft het onder de streep opgeleverd aan goodwill voor de boeren? Ik heb daardoor 5 jaar in Den Haag gezeten. Ik had de gemeente en de provincie overgeslaan. Stond een advertentie aanmelden als je wil bij de ouderenvereniging. Er was toen nog iemand uit Eindhoven. Heb ik me aangemeld. En toen kwam ik 6e op de lijst staan. Maar je werd geboycott. Ik stond altijd met mijn grote mond aan de microfoon. En in de Venlo was toen een keer een hele grote bijeenkomst. Varkentje. Van Aartsen.
kijken, waar zit hij? Ik weet niet meer welk de cameraman was uit Limburg. Die heeft vaak hier nog... En dan iedere keer pakte ik mijn broertje bij elkaar. Zo stond ik in Den Haag. Ach, u als varkentje? Als varken, ja, met een roze pak en een krulstaartje en een neus op. En dan stond ik echt bij de ingang van de kamer. Riet van Meer strijdt voor de kleine boer. Ja, vandaag heb ik geen woorden, alleen maar tranen. Varkensboeren moeten zwijgen. De boeren moeten zwijgen. Ja. Zo heb ik dan... En als u dan nu kijkt naar de situatie van de boeren op dit moment, is het dan een beetje weer hetzelfde... Dat is zo opgelost. Die grote, dat zijn geen boeren. Dat zijn massaproducenten. Dat is overproductie. Als je met 1000 kunt leven, dan moet je er geen 10.000 mogen houden. Dan kunnen ook nog 3 of 4 andere boeren blijven overleven. Maar het is nooit genoeg. Kijk eens wat de bijensterfte. Er is geen bijensterfte, maar dat is zover je kijken kunt hetzelfde gewas. Er is geen stuifmeel. En dan die bijen vliegen 8 kilometer rond hun korf om stuifmeel te zoeken. Maar dat werkt niet, want dat bloeit allemaal 2 weken en dan houdt het op. En dan is er geen stuifmeel meer. Ik heb mijn tuintje helemaal vol met bloemen, overal wat bloeit. Dat, heel dat spul dat staat bijen. Buiten. Ja, een troetbosje. Als ik de cd van Dick opzet, komt hij mee zitten zingen. Dan gaat hij niet hard zitten zingen. Hij zit heel zachtjes mee te piepen. Serieus? Ik kon niet slapen. Ik ging deze gordijnen 's nachts om 4 uur strijken. Ik had de deur opengezet omdat ik die stoelen buiten zat. Hij was binnengekomen. Hij ging op de kap zitten. En hij zat hier met de cd van Dick mee te zingen. Dat is dan toch een wonder.